Dit is geen strijd tegen religie, dit is een strijd tegen onderdrukking, tegen verplichting van de hijab. En het is een strijd voor vrijheid. En dat bijvoorbeeld de minister, ik ben even haar naam vergeten, een lokje haar of niet. Precies, en dan vervolgens dat gebruikt in de VVD voor haar eigen islamofobe propaganda. Ja, plak het dan maar weer aan je hoofd, want dat hoeft dan niet. Biri Shalmazi, Iraans-Koerdische filmmaker, vele prijzen gewonnen. Zit helemaal aan het eind. Applaus daarvoor. Daarnaast zit Afrah Mrawatian. Ze is een Iraans-Nederlandse fotograaf, art director en kunstdocent. En was een van de mensen die ook het protest organiseerde op de Dam. Daarnaast zit Heidi Dorudi, geboren in Iran, woont al lang in Nederland. Ze is politiek filosoof en columnist. Applaus voor Heidi. En Raga Hashmatika, zij is masterstudent en mensenrechtenactivist. Yes. Jij was een van de mensen die de manifestatie op de Dam organiseerde. Was het voor jou de eerste keer dat je publiekelijk zo uitgesproken politiek was of zo met die strijd bezig was? Of was het daarvoor al dat je daar heel erg mee bezig was? Nou, allereerst, ik ben totaal niet politiek. Nee. Ik wil me daar ook niet bezighouden of mee uitspreken. Dat wil ik wel gezegd hebben. Ja. Het is inderdaad wel zo geweest dat ik toen de beslissing nam om wel me uit te spreken. Omdat er met mij heel veel jongeren waren die zich niet durfden uit te spreken. Wegens angst om niet terug te kunnen. Of wegens angst dat familie of ouders in gevaar zouden komen. En na meerdere gesprekken met mijn eigen vader heb ik toen toch besloten om wel mijn mond open te doen. En dan ook echt meteen in de krant, op radio en nu hier te zijn. Hoe is dat voor jou of hoe voelt dat? Dat is best een grote stap. Ja, het voelt dubbel. Inderdaad, het is een hele grote stap. Het voelt dubbel omdat als ik kijk naar wat in Iran gaande is, hoe vrouwen en mannen en kinderen, hoe ze daar op straat letterlijk op de grond liggen en de kogels vangen. Denk ik, waar moet ik nou bang voor zijn, weet je, whatever. Maar aan de andere kant, hier voel je ook nu niet heel veilig, weet je. Dus dan kies ik toch voor om solidair te zijn met die vrouwen daar, weet je. Om toch, weet je, ons bloed is hetzelfde. Waarom zou ik dan kiezen om mijn mond te houden hier? Wat die protesten voor jou persoonlijk hebben veranderd, omdat ik denk, je bent er al zo lang mee bezig op een bepaalde manier. En ja, Nu is er toch een soort momentum voor, gek genoeg. Ja, eigenlijk is er helemaal niks veranderd. Ik merk dat het vooral bij andere Iraniërs wat verandert. Ik heb al lang besloten om me uit te spreken, ja, en om hiervoor te staan. En ik merk dat heel veel Iraniërs in Nederland van mijn generatie, die ik uit de creatieve industrie ken, dat die eigenlijk nu voor het eerst de keuze maken, ik moet hier ook wat van zeggen. En wat ik daardoor heel erg besef is, die keuze die ik heb gemaakt op mijn 19e, toen ik naar de filmacademie ging, mm-hmm, om nooit meer terug te gaan, wat eigenlijk al gevaarlijk was, sowieso vanuit onze familiegeschiedenis. Maar ook omdat ik dacht, als ik verhalen wil gaan vertellen, ga ik niet in Nederland mezelf censureren. Ik merk dat nu, zoveel jaar later, mijn generatiegenoten hier die keuze ook maken. Vrienden die besluiten om zich voor de ambassade in Den Haag uit te spreken, dat te posten en dan beseffen, wat ik nu heb gedaan betekent mogelijk iets onomkeerbaars. Wat we zien is dat het dit keer heel anders is. En dat in 2017 en 2019 ook protesten waren. Die hebben niet zo heel lang geduurd zoals nu. Mm-hmm. En die hebben internationaal ook niet zoveel aandacht gekregen. Er was bijvoorbeeld in 2017 en 2019 geen programma van de Bali over de opstanden. Dus dit keer is er echt iets veranderd. En ik heb besloten om mijn masterstudie even stop te zetten. En om alles op alles te zetten om in deze momentum door te gaan en ervoor te zorgen dat de internationale gemeenschap Iran niet in de steek laat en ook niet vergeet op dit moment. Ja. En dat is misschien een vraag voor jullie alle vier. Begon met één meisje. Hoe, als je probeert te duiden, hoe kan het dat precies nu op dit moment die protesten zo groot zijn geworden? Is er een soort momentum? En als je probeert te omschrijven wat dat momentum is, is er dan iets van tevoren gebeurd of veranderd, waardoor dit iets anders lijkt dan alle protesten die daarvoor waren? Ik zou er wel wat op willen zeggen.
Iraniërs zijn heel erg symboolgevoelig. We zijn allemaal filmmakers en beeldend vertellers en poëten. Dus alles is altijd in code in wat een dag betekent, wat een beeld betekent. En ik denk dat Jina Mahsa Amini, en daar ligt natuurlijk heel veel historisch, gaat er aan vooraf. Maar dat zij iedereens nichtje was, iedereens zusje of dochter. En dat in haar identiteit en hoe zij eruit zag, dat zij voor de middenklasse staat en dat ze voor vrouwen staat en dat ze voor minderheden staat. En al die dingen overlapten in haar identiteit. Dus eigenlijk kon niemand niet kwaad zijn daardoor. Wat voor mij nu echt enorm wat indruk maakt, is inderdaad, de leeuwinnen zijn nu echt de leiders geweest daarin. Maar daarbij zie je nu ook vooral op straatbeelden man-vrouw gelijkheid. Die, dat de mannen naast de vrouwen staan. Weet je, als je bepaalde beelden ziet hoe een jonge man door de politie op zo'n motor wordt gezet, door vrouwen eraan trekken en dat de mannen erachter staan. Het is zo intens mooi om dat eindelijk een keer te zien daar. Wat jij zegt, in educatie wordt er van kinds af aan geleerd, jij bent de helft van een man. Weet je, dat doorbreken, dat zie je nu gewoon letterlijk, figuurlijk zie je man-vrouw naast elkaar. En Jina Mahsa Amini was de druppel daarvoor. En die bom is nu ontploft, zeg maar, van beide kanten. Ja. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja, zeker. Als ik het vergelijk met toen de protesten van vrouwen in Iran in 1979... toen ze zeiden, waarom ontneem je ons onze rechten, onze vrijheid? Toen werden ze heel erg in de steek gelaten door de mannen. Geen ene man is mee gaan strijden met ze. Integendeel, er waren zelfs mannen die ze gingen uitschelden. En dat is nu heel anders. Ze hebben de solidariteit van mannen nu aan hun kant. Die strijden mee. En het zijn mannen, of ze nou in Baloochistan zijn, of in Koerdistan, of waar dan ook, die van oorsprong Koerdische leus, Jinjian Azadi, Zan Zendegi Azadi, die wordt geroepen door mannen. Je ziet mannen in de steden rondlopen met een t-shirt waarop staat Zan Zendegi Azadi. En dat is heel erg bepalend. Ja. Dat maakt het zo sterk. Het overstijgt gender, het overstijgt etniciteit, het overstijgt nationaliteit. Ja. Het overstijgt heel veel. Het Iraanse volk vecht alleen maar met vuisten en met hun stem en met leuzen. Terwijl ze tegenover wapens staan. Terwijl ze tegenover hun dood staan. En ik denk dat dit echt de moed en de kracht van het Iraanse volk laat zien. En ook laat zien hoe belangrijk en hoe anders dit protest is. Dat mensen op allerlei manieren met het kleine beestje dat ze hebben proberen tegen wapens te vechten. Ik denk dat het nu een goed moment is om je uit te spreken, omdat er zoveel aan de hand is, dat ook het regime het zich niet kan permitteren voorlopig. Het is te groot, zeg je eigenlijk ook. Ja. Ja, die een beetje nu nieuws verspreiden. Niet om mensen de dood in te jagen hier. Maar ik denk dat als de mensen daar zo massaal de straat op gaan, dan wie zijn wij dan om niet een post op Instagram te durven posten, met alle respect voor de mensen die dat niet durven. Ik zei ook heel erg aan bij Berry dat ik zie kinderen van 12 jaar, van 8 jaar, meisjes van 15 jaar die hun huiswerk zouden moeten maken en naar de bioscoop zouden moeten gaan met hun vrienden, zie ik doodgaan op straat. Die zien mij allemaal doodgaan op straat. En het minste wat ik kan doen is hen ondersteunen hier. En als dat het risico is dat ik loop, dan loop ik dat maar. Ja. Maar dan hoop ik wel dat ik bereik heb om daadwerkelijk de stem van al die jonge meisjes daar te zijn. Plus niet vallen voor de intimidatie. Want als we daar te veel in die vlek gaan wrijven, dan werkt die dus. En dan helpen we het regime eigenlijk. Absoluut, ja. Hebben jullie het idee dat hier in Nederland bijvoorbeeld, we snappen wat er in Iran aan de hand is, dat er goed over bericht wordt? Nee, ik volg zo direct op de bron het nieuws dat ik er gewoon niet aan toe kom om onze eigen kranten hier ook bij te houden. Maar een paar weken geleden stond de Evin-gevangenis in Teheran, de beruchte gevangenis, in brand. Mm-hmm. En die nacht berichtte NOS iets waardoor het ontzettend gemarginaliseerd werd wat daar gebeurde. En zelfs Iraanse vrienden die deelden dat. En ik dacht, er zijn twee dingen aan de hand. Aan de ene kant is het heel goed dat het meteen zichtbaar wordt, maar wat staat er eigenlijk? En de NOS citeerde volledig voor dat stuk de Iraanse staatsmedia, dan weet je gewoon als journalistiek niet wat je aan het doen bent.
En dat is eigenlijk waar het al fout gaat. Dat je niet begrijpt dat al die mensen in Iran nu opstaan tegen die onderdrukker. En dan ga je als Nederlandse journalist die onderdrukker als belangrijkste doel gebruiken. Ja. Of plaats het in context, of wacht dan toch, of zeg dan, er is iets aan de hand. We zien heel veel op social media, we kunnen het moeilijk duiden, want er komt nog niks uit. Ik weet dat het intern op de redactie van de NOS heel veel heeft gedaan. Maar het verbaast mij dan toch dat die discussie nodig is. En dat je niet als journalist, en ik weet er zijn ontzettend veel hele goede journalisten in Nederland, maar als een systeem bijna als NOS nog uitgelegd moet worden. Je citeert de staat terwijl deze opstand gaat over dat de staat niet helemaal deugt. Dus voor mij wordt daar de Nederlandse media al oninteressant om te volgen. Maar wel gevaarlijk ook. Ja. Omdat het eigenlijk, hoe minder wij erop letten en kritisch op zijn, hoe meer er ruimte komt om de status quo te behouden. Omdat er qua cijfers geen alternatieven zijn. Omdat als je niet bent opgegroeid met zo'n systeem, ook vanuit de diaspora niet, dan ben je misschien niet zo kritisch als dat wij vanzelf vaak al zijn. Dat is iets heel serieus, iets heel urgents, iets heel ernstigs wat daar gebeurt in Iran, waar de leuzen gebracht worden, waar vrouwen verschillende manieren van protest inzetten. En onder andere was er dat afknippen van het haar. En ik heb me enorm geërgerd, want je krijgt het toch mee op Twitter, dat Frits Wester dan een schaar brengt naar mevrouw Kraag met de vraag of zij nu ook haar haar gaat afknippen. En dan, dat is vulgair in mijn ogen. Dan maak je een karikatuur van iets wat om leven en dood gaat, wat om vrijheid gaat. Dus ja, je minimaliseert die strijd in feite. Ja, of mensen die dat dan vervolgens zouden gebruiken voor hun eigen islamofobe propaganda. Ook. Dit is geen strijd tegen religie. Dit is een strijd tegen onderdrukking, tegen verplichting van de hijab. En het is een strijd voor vrijheid. En dat bijvoorbeeld de minister, ik ben even haar naam vergeten, een lokje haar afknipt. Yes. Precies. En dan vervolgens dat gebruikt in de VVD voor haar eigen islamofobe propaganda. Ja, plak het dan maar weer aan je hoofd. Want dat hoeft dan niet. Wat wil je van de gemeenschap? Wat moet de internationale wereld doen om Iran te helpen momenteel? Gooi het dicht. Ja. Knip de lijnen door. Dus die mensen daar, die willen niet gered worden door ons. Die mensen daar willen dat wij de contact gewoon verbreken. Zij zijn al aan het strijden. Het zijn al leeuwen en leeuwinnen die daar aan staan. Zij schreeuwen vanuit buiten van stop alles. Stop contact. Het is klaar nu. Maar blijf het naar buiten brengen dat er veel journalisten in het Westen en heel veel mensen zijn voorzichtig en die willen dat niet een revolutie noemen. Ik noem het wel een revolutie. En ik noem het ook een feministische revolutie die ook zo moet blijven. Maar een revolutie is een proces. En ik weet, je weet niet hoe lang dat proces duurt. Maar het moet in de media blijven. Het moet bericht worden. Want als het weer in vergetelheid raakt, dan weten ze zeker dat ze doodgaan. Deze revolutie gaat gewoon hele hoge kosten met zich meebrengen. En dat kunnen we helaas niet ontkennen. Maar wat wij wel in het Westen kunnen doen, is ervoor zorgen dat deze kosten zo min mogelijk zijn voor het Iraanse volk. En daarvoor moeten we ook inderdaad niet vergeten dat lobbyisten van het Iraanse regime, zoals bijvoorbeeld in Duitsland Kasmi, in Amerika Nayak, dat letterlijk mondstukken zijn van het Iraanse regime die, en het is keer op keer bewezen dat het zo is, dat we niet meer hen podium moeten geven. We moeten op het gebied van mensenrechten moeten we ook heel veel dingen doen. Bijvoorbeeld Nederland kan pushen dat politieke gevangenen worden vrijgelaten. We kunnen in de Verenigde Naties vragen naar internationaal onafhankelijk onderzoek in alle gruweldaden die tot nu toe hebben plaatsgevonden, zoals in de Universiteit van Sharif, zoals in Evin, zoals in Sanandaj, zoals in Zalhedan. Dit zijn dingen die onderzocht moeten worden, want we hebben nou eenmaal een gebrek aan goede en duidelijke informatie. En wat we ook niet moeten vergeten,
is dat Iran inderdaad ook nog bijvoorbeeld in de, wat is het, de CSW voor vrouwen, ja. dat Iran daarin zit van de Verenigde Naties. Dan moeten we ook allemaal eruit gooien, die handel. Alles, ze hebben geen plek daar. De grootste onderdrukker van vrouwen, die zit in een commissie voor vrouwen. Er zijn heel veel dingen. Ja. En op basis van informatie moeten we ook heel veel doen. We moeten dus echt lobbyisten geen podium geven. En we moeten echt pushen op internet. Want Starlink, heb ik laatst gehoord, is dan bijvoorbeeld, die satellieten zijn blijkbaar, heb ik gehoord althans, ik weet niet in hoeverre het waar is, zijn gekaapt. Die worden dan voor 4000 euro per stuk verkocht. We moeten echt erop pushen dat internet daar toegankelijk is. Want we moeten weten wat er precies aan de hand is. Want de gruwelen die wij zien zijn ook alleen maar snippets. Dat is niet eens het hele plaatje. En op basis van politiek, zeg maar, als we kijken naar politiek, moeten we ook heel veel doen. En ik ben van mening dat we echt gerichte sancties moeten inzetten op personen, op bedrijven, instituties, organisaties, banken die verbonden zijn aan Iraanse onderdrukking in het binnenland, verspreiden van terreur en spionage in het buitenland en nucleaire ontwikkeling. Want een van de redenen dat bijvoorbeeld het Westen, een van de zogenaamde redenen is, omdat Iran dus een nucleaire bom aan het ontwikkelen is. Daarom wil men dialoog blijven voeren met Iran. Sancties leggen op technologieën en producten die worden verkocht aan Iran om dit mogelijk te maken, deze nucleaire ontwikkeling. We moeten de IRGC moeten we op de terroristenlijst zetten. We moeten de intelligentiedienst van Iran op de terroristenlijst zetten. We moeten hoop te doen. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie er waren. En dankjewel voor het luisteren. En een heel groot applaus voor iedereen.